Dames en heren, hartelijk welkom. Ik wil graag het woord geven aan gedeputeerde De Vries, die deze avond zal aftrappen. Vanavond hebben we voor u een programma gemaakt waarin we eigenlijk een viertal onderwerpen met u willen bespreken waar u ook vragen over kunt stellen. En ik denk dat we van tevoren met elkaar ook moeten afspreken dat er geen domme vragen zijn. Vraagt u gewoon alstublieft wat u wilt vragen. Alles kan gevraagd worden. We hebben genoeg mensen mee om u daar van een antwoord te voorzien. En als we het nu niet hier weten, krijgt u het altijd achteraf nog van ons te horen. Maar wees alstublieft zo open en zo vrij om uw vragen te stellen als u die heeft. Zoals je op het scherm kunt zien, heb ik hier een overzicht gezet van de vergunningen die op dit moment ofwel reeds actueel zijn, dus in werking zijn, of procedures die nog lopen. We hebben bovenaan staan, 17 mei 2011, toen is er een revisievergunning verleend. Een revisievergunning, dat betekent dat je een geheel nieuwe vergunning gaat verlenen, waardoor alle vergunningen die daarvoor zijn verleend, eigenlijk van rechtswijze komen te vervallen. Dus die revisievergunning overroelt alles. 19 februari in 2013 is er nog een vergunning verleend voor een milieuneutrale verandering. Want ik ben nu gewoon door domweg helemaal zat, die hele bende daar. Ik begrijp uw emotie. Nu worden we nieuw zat. En ik begrijp dat u het gevoel heeft dat er niet naar u geluisterd wordt. Nee, ik word niet geluisterd. Ik word helemaal niet geluisterd. Maar dan waren we hier. Ik word ook niet geluisterd. Zodat kan u samen... Wat je wil, ik ben gewoon een lulletje rozenwater hier in het kutdorp. Ja. Dus ik zeg het nog eens een keer, 15:30, half 4 begint de zitting. Wie dat wil doen, moet een beetje eerder komen, want je moet dan nog zo'n sluis doorheen. Word je gecontroleerd of je niet wapens, munitie en dergelijke bij je hebt. Maar als je dat niet hebt, dan word je gewoon toegelaten en dan kun je gewoon zitting nemen. En soms gebeurt het ook dat iemand uit het publiek het woord krijgt. Al nagelang de rechter dan nog wat informatie nodig heeft. Dus het is openbaar en iedereen die dat wil, kan aanwezig zijn. Nu zijn wij weer in beeld. We zijn even een tijdje uit beeld geweest, maar nu zijn we weer in beeld. In verband met wat Erik van der Pluim ook net vertelde, dat er nu onder andere vanwege de last die er ligt, controlemetingen moeten gaan plaatsvinden op korte termijn. Of er nu voldaan wordt aan de vergunning of niet. Dat is een hele andere insteek dan het onderzoek wat wij dus in het voorjaar hebben gedaan. Dat is eigenlijk puur een technische meting. En er is net al een beetje aan gerefereerd. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met zo'n norm? En hoe ziet de geurnorm er eigenlijk uit? En waar komt dat vandaan? En hoe kun je dat meten? Ja, Arjen van de Groep, vanavond die informatie aan van de provincie. Jullie hebben aardig onder vuur gelegen, maar er wordt constant die datum van 1 november geroepen dat alles voorbij is. Kun je nou in het kort aangeven, wat hebben jullie nou gedaan om op 1 november alles klaar te hebben? Geen geuroverlast. Ja, wij hebben de nieuwe geurinstallatie gebouwd. Het bestaat eigenlijk uit twee systemen die onafhankelijk van elkaar kunnen werken. En één systeem heeft al 4 weken gewerkt. Dus vandaar dat de klachten naar beneden gekeld zijn. En het tweede systeem is net vandaag in de lucht. En nou, dat zijn we nog aan het inregelen. En na 1 november is alles in orde. Dus... Ja, jullie zijn er heilig van overtuigd dat 1 november 12 uur 's nachts de zaak voorbij is. Dat we geen klachten meer krijgen dat het geur ondraaglijk is. Ja, sowieso voor 1 november al. Dus, ja, voor november. Ja. Krijg je nou ook mensen aan de deur die constant met hun neus omhoog staan? Want we roepen wel aan, het is allemaal waardeloos en het is allemaal de geuren. Hebben ze zichzelf nou vergewist dat het aan de deur een probleem is? Nou, sommige mensen wel, andere weer niet. Ja, dat is wisselend. Maar goed, ik vind het mooi dat jullie keihard zeggen van 1 november is klaar. Dat is een hard punt. Ja, klopt. Zeker weten, het is echt helemaal over. Nou, dan is alles voor vanavond achter de rug. Dan is het gewoon 1 november, alles is over en dan hebben jullie je best gedaan. Ja, klopt. Is de avond dan niet meer nodig. Hè? Dus, Dank je voor het gesprek en succes. Bedankt. Nou.